De Double Trouble Dartscast. Oh, we miste 18. Oh, 18. Met Chuck Nieuwlaat en goed Westerman. Ja hoor, de derde woensdag in september is aangebroken. Dus tijd voor aflevering 19 van de Double Trouble Dartscast. Met een terugblik op de Nordic Dartsmasters. Leuk nieuwtjes, leuke, leuke nieuwtjes. En eh, we gaan natuurlijk vooruitblikken ook op toernooi, de tranen van Michael van Gerwen en het succes van Fallon Sherrock. Zomaar even wat dingen. Voordat je echt lekker gaat luisteren, dan weet je een beetje wat er komt. Jacques, yes. fijn jou weer te zien in goede gezondheid en ook te horen voor de luisteraars. De Double Double Darts Weer Dat dat we dat op hadden, maar het is Ja, geweest. dat klopt. Um, we hebben af en toe wat, wat systeemproblemen, maar dat zijn onze problemen. Dus uh, laten we die ook maar bij ons laten. Het is wederom weer gelukt. Waarvoor respect voor jou, uh, Jacques. Zullen we maar gewoon weer starten met onze momenten van de week? Lijkt me goed. Uh, zal ik beginnen deze keer? Ja, nou, graag. Ik, ik wil het deze keer niet uh, bij een, een moment hebben, maar over iemand maar toch maar weer. En dat is toch wel deze dame. Ik vond het toch een beetje de week van Fallon Sherrock. Uh, deed mee aan de Nordic Dartsmasters. Masters. Uh, je kunt zeggen waarom mocht ze meedoen. Hè? Ze had anderhalf jaar geleden twee wedstrijden op een WK gewonnen. Eh, op basis daarvan had ze vorig jaar uitnodiging van de World Series gekregen om de tour mee te doen. Maar ja, goed, dat is ook alweer anderhalf jaar geleden, vorig jaar niet eens geplaatst voor het WK. Toch heeft de PDC gezegd: nee, dat plekje is voor haar. Nou, ik kan wel zeggen, ze heeft het meer dan waar gemaakt. Um, goede eerste ronde. ...overtuigende overwinning op Niels Heinze... ...en daar stond wel wat druk op, want die moesten winnen... Hè? ...want de PDC-toppers worden toch wel gewoon geacht... ...die eerste ronde sowieso te winnen... ...dat deed ze op overtuigende wijze... ...en ja dan denk je, oké, okay, dan krijgt ze daarna Price... ...dan is het wel klaar. En dat was het misschien ook wel geweest... ...waren het niet dat Price niet kon spelen. Uh, ja, en dan uh, die halve finale tegen Dimitri van der Berg. Van der Berg staat op een riante voorsprong... Die mag die wedstrijd nooit van zolang zal ze leven meer verliezen. Maar ja, hij stort één. Sherlock blijft wel doorgooien. En uh, ja, dan wint ze die wedstrijd. En daarmee plaatsen ze zich dan voor de finale. Ja, en dan zeg ik heel eerlijk, Koert. En, en uh, dat, dat heeft iedereen eigenlijk min of meer gezegd. In die, kans, in die finale is er gewoon kans. zou zeggen Van hebben dat wordt, nou, laat ik zeggen, 11-2, 11-3. Dat hadden we in gedachten. Ja. Als Van Gerbe niet gewoon een paar goede finishes gooit... dan komt hij gewoon 7-3 achter. En dat was deze ja. keer dus niet... Uh, omdat Van Gerwen uh, veel miste. Maar dat was omdat Sherrock veel raakte. En dat vind ik wel echt een uh, belangrijk verschil. De finale was denk ik de beste wedstrijd die zij ooit in haar leven gespeeld heeft. Uh, en als je dat in de finale kan. Ja, dat is wel echt heel erg knap. Uh, en dus uh, is mijn moment toch van de week. Ondanks dat ze die finale uh, verloor. Uh, uh, toch wel een Sherrock. Mooi dat jouw moment dat is. Want mijn moment sluit daarop aan. Uh, ik... ...raakte echt uh, onder de indruk. En dat bedoel ik echt. Ik had ook uh, bijna... Nou, ik had gewoon tranen in mijn ogen. Van de tranen in de ogen van Michael van Gerwen. Die was bizar opgelucht. Kijk, als je kijkt naar uh, via YouTube... ...dan heeft Jack nu een foto getoverd van Michael... ...die overmand wordt door emoties. En... Dat vind ik gewoon mooi. Waarom vind ik dat nou mooi? Ik vind het mooi dat Michael dit laat zien. Ik denk niet dat hij het onder controle had, uh, en hij, maar hij liet het ook toe. En dan heb je die, die sloopkogel, die stoere Michael van Gerwen, die je, die je nooit uit evenwicht krijgt, die altijd uh, loopt uit te delen met, met geintjes. En, 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 en hij kan je echt ook, ja, zeg maar, verbaal goed voor aap zetten als hij wil. En dat doet hij ook vaak. Maar in dat grote brede lichaam van Michael van Gerwen zit uiteindelijk ook maar een heel klein hartje. En hij gaf ons hier een inkijk in zijn ziel. En hij legde dat gelukkig ook uit. Achteraf, de moeilijke periode die hij de, het laatste jaar heeft gehad, was daar ongetwijfeld ook debet aan. Hij zei dat ook zonder op details in te gaan. Maar dit was echt iets wat Michael van Gerwen keihard nodig had... Ook al was het dan slechts tussen aanhalingstekens zeg ik de uh, Nordic Darts Masters. En ook al was de finale dan tegen Fallon Sherrock. Er zat zoveel, zoveel frustratie en emotie in uh, Michael's reactie. Dat ja, ik, 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 ik voelde zo met hem mee. Ik, ik had ook tranen. Ik zeg, zeg het je gewoon eerlijk, ik, ik vond dit echt geweldig dat dit op deze manier gelukt is. Nou ja, het is um, lastig als je aan, aan die top staat. In de darter ook natuurlijk. Um, en, en je wint niet meer zoveel als dat je gewend bent te winnen. Uh, ik zie wel eens voorbij komen. En ik zie ook wel eens uh, bij die topdarters... Die geven me wel eens een inkijkje in wat zij dan over zich heen krijgen. Via social media met name. Uh, ja, dat is echt niet mals hoor. En dan kun je wel zeggen, ja dat hoort erbij. En dat, daarvoor word je betaald. En, en dat soort dingen allemaal. Maar daar staat geen betaling voor. Dit is gewoon... Het gaat echt grenzen over. En je kunt er zo weinig aan doen, uh, behalve niet reageren. Maar niet reageren, dan krop je wel alles op in jezelf. Dus ja, het, het is een hele lastige situatie. Ja, en ik vind het dan ook hartstikke mooi dat hij zich op deze manier ook heel van zijn menselijke kant laat zien. Want Michael is natuurlijk gewoon een hele toffe, leuke, uh, fijne kerel. Uh, vader van twee kinderen, een echtgenoot van een hele lieve vrouw. Uh, uh, zoon van twee hele lieve ouders. Af en toe dit laten zien. Ik ben heel erg fan van uh, op deze manier uh, het met met iedereen delen wat je allemaal, uh, wat er door je heen gaat. Overigens. Heb jij nog de reactie? Wat was er eigenlijk aan de hand met Gerwin Price? Ik heb dat een beetje niet meegekregen. Uh, Price heeft uh, vorige week tijdens de World Cup eigenlijk de eerste tekenen gekregen van een tennisarm. Um, Oei. En die tennisarm daar heeft hij eerder al uh, last van gehad. In 2015 en 2018 toen heeft hij twee keer een injectie genomen. Cortisone injectie. Heb ik ook wel eens gehad. Ik voor mijn schouder. Um, en dat helpt uh, echt. Uh, maar goed, als je een tenniselleboog hebt, dan kun je echt niet spelen. Niet pijnvrij spelen. En je moet toch wel pijnvrij kunnen spelen. Spryce heeft de eerste ronde gespeeld. Nou ja, die won hij eigenlijk nog. Toen leek er niet heel veel aan de hand. Maar hij zei meteen al na die wedstrijd: Ik weet niet of ik morgen terug kom om te spelen. Uh, ik ga overleggen met mijn dokter. Kijken uh, wat er aan de hand is. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij besloten diezelfde avond nog. Om niet te spelen. En ja, dat betekent gewoon dat. Uh, uh, Verder een uh, bij krijgt naar de tweede ronde. Ja, dan heb je ja. altijd mensen die zeggen, waarom speel je dan die eerste ronde? En speel die eerste ronde dan ook niet. Maar ik, ik denk dat hij ah, het publiek niet wilde teleurstellen en toch in ieder geval wilde proberen te spelen. Hè? Dat, dat zit ook in een sportman. Ja, en hij wint die eerste ronde. Moet je dan die wedstrijd expres verliezen. Dat, dat ben ik ook geen voorstander van. Nee. Dus ik denk uiteindelijk dat dit de beste oplossing was. Um, nou ja, ik heb zelf uh, een golfeleboog gehad. Um, het tenniselleboog zit eigenlijk als je je hand uitstrekt aan de buitenkant van je, van je elleboog. En de golfelleboog yeah. aan de binnenkant. Oh, dus ja. dat is het verschil eigenlijk. Daar, en en nou, dat is echt. Daar kun je niet mee. Ik kon er echt niet mee darten ook. Dat, dat doet nee. echt verschrikkelijk veel pijn. Ja. Um, ik heb begrepen dat hij inmiddels wel de injectie heeft gehad. En ik weet uit ervaring dat als je die uh, injectie eenmaal gehad hebt, uh, dan uh, is het binnen een paar dagen gaat het ook echt snel weer beter. Dus ik hoop voor hem. Dat dat uh, helpt. Maar je kunt niet onbeperkt dat ze injecties krijgen, dat weet ik nee. ook. Dus, want het, niet want hoe... het is wel een, een, een lichaams-eigen uh, iets, kan het, kan het worden. Maar uiteindelijk cortisone, uh, dat zijn natuurlijk dus ontstekingremmende uh, vloeistof uiteraard. Ja. Uh, daar moet je niet uh, te, te veel van, uh, van, van in, in, uh, in je lichaam hebben, denk ik. Nee. Uh, dus overigens, over tennis uh, arm en tennis elle, elleboog is nog uh, één. Uh, ...aandoening erger eigenlijk. En dat is een tennisbal. Dat is echt niet fijn als je een tennisbal hebt. Of, of, en een golfbal is nog te doen. Maar een tennisbal, dan kan je echt niet meer lopen. Ik zweer het je, dat is... Over Curry Price gesproken, die reageerde uh, op Instagram... ...waar hij uh, veel volgers heeft. Uh, met een, nou hij zelf later zei, een, een geintje. Maar uh, hij zei eigenlijk in zijn eerste post... Ja, uh, ik heb, uh, heb Fellen en Michael uh, een dienst bewezen. Dat heb ik bewust gedaan, omdat ik het uh, leuk vond. Uh, dus zo probeerde hij het op te lossen met een geintje op Instagram. Dan kreeg hij ongelooflijk veel kritiek op, op die post. En we haalden hem ook snel weg en vervingen hem door een andere post... waarin hij zei, ja jongens, dit, is, dit was een geintje. Uh, jullie moeten wel niet vergeten dat, uh, dat er af en toe ook humor uh, mogelijk moet zijn. Maar het leed was al geleden... Uh, dit is precies wat jij net zei, uh, Mike, uh, Jacques, over uh, Michael en, en, en social media. Deze mensen kunnen eigenlijk niet meer normaal iets posten. anders dan uh, voor een sponsor of bedankt voor jullie steun. En dan kom, komt gelijk een hele leger uh, volgers. die daar dan uh, een mening over hebben. en die proberen je tegelijk allemaal te cancelen. als zijnde dat je niet goed bij je hoofd bent. Dat is wel jammer dat we dat dat een van de negatieve gevolgen is van uh, de social media... in de tijd waarin we nu leven, zeker. Uh, het het onschuldige is er wel heel erg aan het afgaan. Ben ik bang. Ja, en dat is wel jammer. Want wat je dus merkt, is dat eigenlijk nauwelijks nog spelers... Price is een van de weinige topspelers... die zelf nog het een en ander doet op social media. Ja. Ja, en die wordt natuurlijk niet, ook niet heel vrolijk van dit soort reacties. En dan is de stap om het allemaal niet meer te doen... of door je management te laten doen, is natuurlijk heel groot. Ja, ik... ik... Zelf ben ik niet zo van Instagram of, of Facebook. Maar ik ben dan meer van Twitter. Maar op Twitter. Ja, ik zie alleen maar dezelfde posts voorbij komen. Van spelers die gewoon door hun management gedaan worden. Daar, eigenlijk kun je er niks meer uithalen ook. Het uh, is zo jammer. Uh, ja. Maar ik begrijp het wel. Want kijk, wij zijn natuurlijk. Uh, wat vergeleken bij een Van Ger of bij een Prijs. Heel klein. Uh, op heel Twitter. Klein. Uh, en, en, op, en op andere social media. Maar als je soms ziet wat. wat ik bijvoorbeeld, ook wel eens over me heen krijg ja, ben ik er vrij immuun voor, want ik mute iemand en dan ben ik het kwijt. Maar je wordt er niet heel vrolijk van, natuurlijk, weet je? En dan denk ik, ja, het, het wordt heel snel heel persoonlijk. Ja, en ik vind tegenwoordig, ik ben niet zo heel erg in de social media, dus ik weet niet, waarschijnlijk niet heel goed hoe ik alles uit moet zetten of dat. Maar je hebt bijna het gevoel dat mensen op je telefoon binnenkomen bij je. Weet je, het, het, is, ja. het is heel persoonlijk en heel dichtbij. En het, het, het verschil tussen een WhatsApp bericht. Een smsje of een, een Facebook Messenger bericht dat is natuurlijk heel klein geworden, eigenlijk en iedereen kan je maar berichten ja. en eigenlijk wil je dat niet altijd. Nou ja, over het algemeen zitten er ook best wel uh, leuke dingen tussen, uh, dus dat je gewoon normaal antwoord ergens op kan geven. Maar in het algemeen zijn het, uh, is het kritiek. En ja. uh, ik spreek voor mezelf dat ik daar heel erg goed tegen kan. Zeker als het uh, kritiek is die, die kan kloppen, of opbouwend, is bedoeld. Maar er komen ook wel eens berichtjes binnen dat ik echt persoonlijk echt geraakt ben. En dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Daar ben ik dan toch wel ja, van onder de indruk. Dat neem ik wel, uh, wel een, een poosje mee. Uh, als, als, als mensen zo lelijk gaan doen. Uh, en uh, ja, daar kan je verder niks aan doen. Uh, ik, moet, uh, ik moet er maar leer, mee leren leven. Dus uh, wat dat betreft. Uh, mag ik nog één ding vragen? Wat vond jij over het algemeen van het niveau van de Nordic Darts Masters? Want ik was er deze keer. Bij RTL 7 niet bij betrokken, omdat we maar twee uitzendingen hadden. Um, jij hebt denk ik wel heel veel, zo niet alles, kunnen zien. Ja. Wat, 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 wat vond je van het niveau? Nou, wat uh, ik vond in ieder geval van deze Noord-Druipas... is dat het beter viel, die eerste ronde met name... dan bijvoorbeeld de toernooi die we in China, Japan en dat soort dingen hebben. Omdat die eerste rondes dan over het algemeen zo kansloos zijn. En nu hadden we in ieder geval nog een paar eerste ronde partijen die, uh, waar gewoon partij werd gegeven. Hè. Labanauskas kon goed partij geven aan Van Gerwe. Nou ja, van Gerwe wint het toernooi uiteindelijk natuurlijk. Uh, Maris Rasma wint van Nathan Espinol. Ik moet zeggen, Espinol komt wel steeds kwetsbaarder over op mij. Die, hij, hij, hij stond best goed te spelen. Maar Rasma ook. En, en hij kan dat soort wedstrijden. En hij is toch gewoon een top 10 speler. Hij kan dat soort wedstrijden er op dit moment gewoon niet uit trekken. Uh, dus. Ik maak me wel een klein beetje zorgen over Nathan Aspinall op uh, dit moment. Ja, dat er dan okay. ook een aantal wedstrijden tussen zitten die gewoon kansloos zijn. Dat heb je nu eenmaal met, dit soort, uh, met deze opzet. Ja. Maar um, als je kijkt naar het publiek: 4500 man in uh, Kopenhagen in het Forum. Ja, dat is natuurlijk wel echt geweldig. En ja, ik had uh, nog één fotootje van de winnaar en de runner-up uh, gevonden. Kijk, dit is natuurlijk voor de PDC uh, echt een fantastisch beeld. Hè? Ik bedoel. Van Sherlock ja. uh, die de finale haalt, daarin echt heel erg goed speelt. En Van Gerwen, uh, toch een beetje nog altijd de grote man bij de PDC... die eindelijk weer een titel wint. En richting het WK kunnen ze daar wel wat mee, zeggen. Weet ja. dus je, dat moet gewoon... ja, De road to Ali Pally is begonnen. Zodra we september uh, ingaan, dan uh, zijn alle ogen gericht op het WK... en eigenlijk nergens anders op. Alles staat in teken van het WK. Ja, en deze twee moeten dat WK toch een beetje smol geven. Dit, uh, als ik nog een schepje erbovenop mag gooien. Dit is het allerbeste wat het darten uh, afgelopen weekend kon overkomen in tijden. Ja. Een soort van uh, comeback uh, van Michael van Gerwen. Maar vooral een vrouw die de finale haalt. Wat heeft deze sport dat in mijn optiek nodig? En wat heeft het vrouwendarten dat ook nodig? En uh, we zijn wel eens kritisch, uh, ook in deze dartscast, op, op vrouwen uh, die darten. Dat ze niet alle gelegenheden te baat nemen om, uh, om ergens aan mee te doen. Dat is allemaal waar. Maar het is leuk dat uh, de Queen of Alexandra Palace uh, zo ver heeft kunnen komen. En wat een, een ongelooflijke motiverende uitstraling moet daarvan uitgaan naar al die meisjes en al die vrouwen. ...die Darte ook leuk vinden, er in meer of mindere mate goed in zijn. Je moet eens kijken hoe ver je uiteindelijk kan komen. Gewoon in de finale tegen Michael van Gerwen. Ik vind het echt geweldig. Um, Darte komt ook uiteindelijk weer naar Nederland uh, toe. Gelukkig. Vooralsnog staat nog altijd uh, in de AFAS Live een, uh, een heel mooi uh, toernooi... Gepland. Sjak, uh, zijn daar trouwens nog kaarten voor, denk jij? Jazeker. En de uh, uh, Jacks World Series of Darts Finals, daar hebben we het over van 29 tot 31 oktober. En uh, we hebben van de PDC een mooi promotiefilmpje gekregen. Op 29, en 31 oktober spelen wij de Jacks de shooting, de world, series world Series of Darts finals, finals in de AFAS Live. Kaartjes lords zijn nu verkrijgbaar op tiktikkomaster.nl Kijk, dus. Kijk de, de luisteraar en de kijker uh, zullen ongetwijfeld hebben gehoord uh, wie deze motiverende tekst insprak als een professionele voice-over. Het was MVG 180 himself. Goed gedaan, Michael. En uh, dus Ticketmaster.nl voor je kaarten. Je komt daar natuurlijk alle grote heroes weer tegen. Maar je kunt ook ons weer tegenkomen. Vooralsnog proberen wij daar uh, gewoon ons werk te doen voor RTL 7. Maar Jacques heeft nog iets moois om te melden. Want we gaan ook op een andere manier aanwezig zijn daar, Jacques, toch? Ja, klopt inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk uh, vorig jaar de dikke van Darten geschreven. Het, uh, ja Onze encyclopedie van het darten eigenlijk, zo moet je het een beetje zien. Uh, een beetje pech hebben we gehad, moeten we ook eerlijk in zijn. De boekhandels gingen dicht, dat uh, hielp natuurlijk niet echt. En er waren geen darttoernooien. Dus we hebben het ook nooit eigenlijk uh, ja, te koop kunnen aanbieden op uh, darttoernooien. Maar we gaan ja. het uh, in de aanvals live... Uh, ...gaan we een stapeltje boeken bij de merchandise stand neerleggen. Dus iedereen die uh, interesse heeft, die kan hem daar uh, aanschaffen in ieder geval. En aangezien we er zelf zijn... Ja, ...denk ik ja. dat we zelf ook nog wel eventjes gaan kijken bij de stand, toch? Nou, zeker weten. En wij moeten natuurlijk van alles doen voor de televisie. Maar er zijn ook momenten dat we dat niet hoeven te doen. En dan gaan we ons best doen om uh, bij die stand aanwezig te zijn. Voor mensen die het bijvoorbeeld leuk vinden... Uh, ...om met ons op het fotootje te gaan of zo. Met, die, uh, met, met onze, onze bijbel. Ja. Maar super geregeld en, en, en hartstikke fijn dat jij uh, via jouw contacten dit hebt uh, kunnen regelen met de organisatie. Daar ben ik trots op dat je dat gedaan hebt. Uh, zijn we bij de kijkersvragen beland? De eerste heeft nog te maken met de Nordic Darts Masters. Uh, Ramon, die regelmatig vragen instuurt, waarvoor dank. Dit zijn allemaal vragen onder ons YouTube-filmpje. Uh, dus die lezen we sowieso. Wat is voor jullie de mooiste wedstrijd van het toernooi geweest van de Nordic Darts Masters? Nou, ik. Ja. Ik, ik denk niet dat wij daar allebei een hele afwijkende mening over hebben, maar Jacques Avou. Nou, ik, 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 ik ga toch voor die halve finale van Fel en Cheryl oh. tegen Dimitri van der Berg. Omdat daar eigenlijk alles in zat, vond ik. Um, in het begin, je weet dat Van der Berg uh, met, met één idee het podium op gaat. Dat is, ik mag deze niet verliezen. Oh. En eigenlijk vindt iedereen ook dat ik deze niet mag verliezen. Dan doet hij het vervolgens goed. Daar komt, ik zeg even uit mijn hoofd, 8-2 voor of 8-3 voor. Uh, dan lijkt er dus geen veldje aan de lucht. Want immers, als je zes legs voor staat, dan mag je dat nooit meer weggeven. Echt niet. Nee. En hij stort gewoon helemaal in. Hij gaat helemaal naar de kloten. Om het ja. maar eens even te zeggen, weet je. En je ziet het ook gewoon gebeuren. Hè? Je, 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 eigenlijk in het commentaar zeiden we het ook al. Hij kreeg die tiende leg niet op het bord op een gegeven moment. En uh, op het moment dat hij hem wel op het bord had, je, je zag gewoon dat hij nerveus werd. En je zag gewoon dat hij niet meer ging staan om te winnen. Maar hij ging staan om niet te verliezen. Ja, en dat, waar, daar werd hij gewoon slachtoffer van zichzelf eigenlijk. En het ja. is al een denker, vind ik, altijd op het podium. Hij probeert alles een beetje weg te puffen. En, en uh, ja, goed, dat is zijn manier nu eenmaal om dat te doen. Als een, als een soort van mediteren of een soort van uh, ademhalingsoefeningen. Ja, hij kreeg dit echt niet weggepufft. Ik bedoel, uh, ja. het leek alsof hij zwanger was en zelf moest bevallen. <laughs> dat ging gewoon niet meer. Ja, en. Dan moet je natuurlijk de credits geven aan Sherlock. Die wel gewoon bleef gooien en de druk op Van der Berg bleef houden. Maar dat ja. vond ik mooi. Het, het, het had alles in zich. Je zag. Het was eigenlijk het verhaal van Van der Berg. Eerst heel goed en daarna helemaal naar de kloten. Ja, ik, uh, ik vind het mooi dat jij die neemt. Want ik neem natuurlijk de, de finale. En daar <laughs> hebben we inmiddels uh, wel uh, uh, genoeg over gezegd. Dank voor je vraag, Ramon. Iemand die zich YouTuber noemt, uh, die heeft twee vragen. Vraag 1. Weten jullie of er aankomend jaar een nieuwe editie is van Kings of Darts? Ja, dat weten wij. Ja. Die is er niet. Nee. Nee. En in Raymond van Barneveld zijn boek sprak hij over een theatertour waar jullie ook aan meewerkten. Komt dit plan binnenkort tot realisatie? We hopen van wel, maar zeker niet binnenkort. Want de theatertour was natuurlijk gepland omdat Raymond ineens heel veel tijd had... Om eraan mee te werken en de hoofdpersoon in te zijn, omdat hij niet meer op tour ging en geen toernooien meer gooien. En maar gewoon thuis was. En dus bijna elke avond in een theater zou kunnen staan. als er belangstelling voor zou zijn geweest. Dus de plannen zijn er nog steeds. Anders hadden we dat niet in het boek laten zetten. Maar de planning is natuurlijk doorkruist door het feit dat Raymond zijn rentrée uiteindelijk heeft gevierd. En met het nodige succes ook nog. Maar. We hebben het idee, maar... het idee zeker niet weg. Nooit, nee. nee. De draaiboeken en voor zover we hadden natuurlijk al heel veel uh, dingen aan, aan verzonnen en hoe we het wilden. En Ook al gesprekken gehad met uh, mensen die theatertours organiseren. En die uh, zelfs al theaters hadden benaderd uh, en zelfs al een beetje half met potlood vastgelegd. Ja. Dus er was wel zeker belangstelling voor en daarom gaat het idee zeker nooit de prullenbak in. Moet alleen even wachten tot Remel van Barneveld weer tijd heeft, laten we het zo zeggen. 4-3-3 darts, jawel, die reageren ook onder onze video. Leuk dat jullie er naar kijken. Hoi mannen, in welk land zouden jullie nog wel eens een World Series-toernooi willen zien? Moeilijke vraag, omdat ik niet helemaal parate heb welke landen we allemaal al ooit zijn geweest. Um, Jacques, is de Kilimanjaro, is dat in Nepal? Ja, dat is in Nepal. Dan zeg ik Nepal. En dan wil ik graag een toernooi boven uh, op de Kilimanjaro. Zodat alle deelnemers achteraf kunnen zeggen tegen hun uh, kinderen en kleinkinderen. Ik heb ooit gedart op het hoogste niveau. <laughs> ga je persoonlijk kijken daar? Ja, nee, ja? meedoen. Want dan kan ik het ook zeggen. Kijk, nou, dan ga ik ook uh, zelf meedoen en dan zelf kijken. En dan uh, stel ik voor dat we gaan spelen op de Bahama's. Want ik ben ja. toch meer van dat soort temperaturen dan boven op de Kilimanjaro te gaan staan. Dan laat ik jou wel naar de Kilimanjaro gaan. Nee, Zij... ja. Ja. World Series. Ik denk dat, um, als ik heel eerlijk ben, dat Oost-Europa vrij snel in aanmerking gaat komen uh, voor een World Series-toernooi. Uh, je ziet dat Budapest, waar ze de Eurotour hebben gehouden, dat dat succesvol was. Tsjechië daarvoor was ook al succesvol. Dus ik gok dat de Eurotour in Oost-Europa nog wel meer voet aan grond gaat krijgen. Ja. En ik denk dat de World Series daar ongetwijfeld in, uh, een beetje in mee zal gaan. Andere plekken waar je aan zou kunnen denken is bijvoorbeeld Canada. Als het daar weer wat mag, dan zullen ze misschien ook wel uh, vanuit de Verenigde Staten misschien een keertje een uitstapje maken naar Canada. Dus de US Darts Masters een keertje misschien vervangen door de Canadian Darts Masters kan ik me in ieder geval voorstellen. Uh, maar dan moeten we de aandacht er ook wel voor zijn. Uh, ja, en verder zijn er op dit moment nog niet heel veel aanwijzingen. Kijk, gedroomd voor de PDC is natuurlijk China bijvoorbeeld of India omdat het potentieel daar gigantisch is. Alleen ja, ze hebben voorlopig nog niet uh, de darters daar om uh, dat soort toernooien uh, op poten te krijgen. Dus we hebben wel Shanghai een paar keer gehad bijvoorbeeld. Maar ja, dan zit je in de, het zaaltje van een hotel. Weet je, en, en dat is dan nog niet eens vol. Dus daar zit niet heel veel uh, de toekomst in. Waar ik denk, en waar ze in het verleden ook wel eens geweest zijn, is Zuid-Afrika. Daar uh, hebben ze alles gespeeld. zuid African Darts Masters zijn een aantal jaren gespeeld. Het zou me niet verbazen als ze daar nog eens een keertje naartoe gaan. Want ze hebben natuurlijk in Devin Peterson een aardige ambassadeur ook uh, daarvoor. Zo, so, uh, meer dan aardig zelfs. Ja. Jij noemde Shanghai. Dat uh, is een mooi bruggetje naar de volgende kijkersvraag van Middle Devil. Hallo mannen, ik vind Champagne Breakfast de mooiste bijnaam voor een dartscore. Maar zijn er nog meer? En wat is jullie favoriet? Nou, dan moeten we toch echt aan de kenner vragen, Jacques. <laughs> nou ja, er zijn er natuurlijk wel meer. Hè? Bijna voor iedere score is er wel een andere term. De Shanghai, je zei het zelf, al die kennen ja. we natuurlijk. Uh, de enkel, de dubbel en de triple van één getal. En dan de Shanghai 20 is natuurlijk de meest bekende. De uh, Big Fish voor 170. Hè? Die kennen we ook ja. uh, inmiddels wel. Um, de lipstick voor de triple. Die uh, vind ik ook altijd wel lekker bekken, alleen gebruiken we hem in, in het Nederlands niet zo heel makkelijk. De lippenstift nee, klinkt een beetje op de draai. lippenstift. Ja. Ze, ze, ze zien je aankomen. Nee, ja, precies inderdaad. Um, welke ik wel mooi vind, is bijvoorbeeld Bag of Nuts. Um, dat is, die staat voor een score van 45. En het verhaal daarachter is wel leuk. Want uh, vroeger, uh, toen Darten eigenlijk op de kermissen uh, veel gespeeld werd. En dan heb ik het over die jaren voor de oorlog uh, ja. uh, nog. Dan uh, was de prijs die je kon winnen. Een zakje noten, een bag of nuts. En daarvoor moest je een score van 45 gooien. Om dat Wat mooi. te krijgen. En die is er dus nog steeds ingebleven, de bag of nuts. Maar de mooiste? De mooiste vind ik Annie's attic. De zolder van Annie. Wow. En Annie's house. Annie's house, dat noemen ze de 1. Als je die gooit, dan gooi je ja. in Annie's house. Dat wist en ik. Annie's attic is dus de dubbel 1. Dubbel 1. Mooi, man. Nou, ik ben helemaal onder de indruk van deze korte les in, in bijna. Maar goede vraag van Middle Devil en nog een beter antwoord trouwens. Dan uh, zijn er ook altijd nog mensen die willen maar weten hoe dat met het darten gaat op televisie uh, in 2022. Ja. Ook Milan Jack weet dat. Hij begint namelijk heel leuk. Hij zegt altijd fijn om weer een nieuwe aflevering te zien. Maar nou wil hij weten... ben jij niet bang, Jacques... dat uh, het darten in Nederland een stuk minder populair gaat worden... nu alles achter de decoder dreigt te verdwijnen? Nou, voordat we uh, dat zeggen... wij weten nog helemaal niet precies wat er gaat gebeuren. In principe zijn alle opties nog open. We, we weten dat uh, onze Zweedse vrienden... voor vijf jaar het darten hebben gekocht. We weten nog niet wat het eventueel gaat kosten. Of er nog een samenwerking komt met een open net. Uh, dat weten we allemaal nog niet. Dus... Je mag het blijven vragen van mij, maar wij weten nog te weinig om daar een goede voorspelling voor te kunnen doen. Zeg ik even voor mezelf. Jack, heb jij daar nog andere inzichten over? Nee, nee dit, 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 dat is het inderdaad. Het is, we weten dat ze de Formule 1 hebben gekocht. We weten dat ze Duits voetbal en het Engels voetbal ook euh, hebben gekocht. Dus het wordt een breed sportplatform. Daar lijkt het in ieder geval op. En het, het, het loopt al in Scandinavische landen en in de Baltische Staten. En Polen is eerder dit jaar ook ja. uitgerold. Ja, maar je kunt er weinig uit opmaken. De prijzen verschillen heel erg per land. Dat zal ook te maken hebben met het aanbod dat ze hebben per land. Zeker. Um, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling van uh, via Play, want zo heet het uiteindelijk natuurlijk het kanaal, om zoveel mogelijk abonnementen te verkopen. Dus maar... zij gaan dat niet zo duur maken dat niemand het neemt. Uh, um, maar ze moeten natuurlijk ook wel de investeringskosten eruit zien te halen. Dat lijkt me ook wel logisch. Ik bedoel, het is gewoon een bedrijf dat winst wil maken. Dus daar moet een balans in komen. En waar die balans ligt, dat weet echt niemand. Het is over het algemeen tot nu toe zo dat voor de meeste sporten het niet heel erg positief is geweest als sport, als, een, als, een, als jouw uitzendingen achter een decoder verdwijnen. Um, sporten die op het open net zijn, zijn altijd beter bekeken dan achter een decoder, per definitie. En dat geldt voor iedere sport. Ja, zeker. Maar uh, in de slipstream van uh, uh, sporten als de Formule 1... wat ongelooflijk populair is in Nederland... en uh, het Engels voetbal met name, denk ik, ook vrij populair is in Nederland... Ja. dan kun je er natuurlijk ook wel weer positieve dingen uithalen. Want het, dat jaagt het misschien ook wel weer aan... om uh, naar Darte te gaan kijken op dat kanaal. Ik het is, verwijs in... Ja, ja, het, is, het is in de hele wereld vrij normaal dat je betaalt voor live sport. Kijk, wij zijn ja. dat in Nederland niet zo heel erg gewend... Maar je gaat daar niet aan ontkomen. Als je het op een goede manier wil kijken. dan zul je ervoor moeten betalen voor sport. Het is niet anders. Is, ik heb het ook niet bedacht. In dat verband verwijs ik altijd naar ESPN. Dat voorheen natuurlijk Fox Sports was. en daarvoor Eredivisie Live. En nou, heel lang geleden is het live voetbal van de Nederlandse competitie. al achter die decoder gegaan. Dat heette toen nog Filmnet. later Sport 1. Uh, dus dat zijn, uh, daar hebben de Nederlandse mensen enorm aan, aan moeten wennen. Ja. Uh, maar inmiddels is ESPN een household name en komen uh, topwedstrijden uh, uit de Nederlandse eredivisie stevast in de uh, top 10 of top 25 best bekeken programma's. Dus uh, ja, het is een, een kwestie van, van, van wennen en tijd. En ik denk eerlijk gezegd, en daar houden we erover op Milan Jack, dat het uh, belangrijker is wat Michael van Gerwen en zijn Nederlandse cornuiten... Uh, blijven presteren. Want uh, Raymond van Barneveld heeft met Co en Roland uh, het, het, het darten op de Nederlandse agenda gezet, ooit heel lang geleden. Michael van Gerben ging daar nog eens even overheen met al zijn successen, uh, miljoenen publiek voor de halve finale en de finale van het WK. Laten we hopen dat de Nederlanders zo'n potje mee blijven, blijven gooien. Dat denk ik belangrijker is. Voor de populaire populariteit van Darten in Nederland, dan precies waar het wordt uitgezonden. Maar dat is mijn persoonlijke mening, ja. Ja, het is, het is een beetje een combinatie. Hè? Ik bedoel, we hebben in de tussenperiode, tussen uh, SBS 6 en RTL 7 uh, ook een tijdje achter een decoder gezeten bij Sport 1. Ja, toen waren de prestaties van de Nederlanders niet geweldig. Gecombineerd aan achter een decoder zitten, ja, dan raak je wel uh, je grote publiek kwijt. Maar ja. je moet niet vergeten dat het ook voor de PDC belangrijk is dat het grote publiek in Nederland naar Dartmouth blijft kijken. Zij willen ook namelijk heel graag een Eurotour organiseren in Nederland. Een World Series Finals organiseren in Nederland. Een Premier League in Premier Hooi organiseren. En die zalen moeten vol. Dus ja, ik weet niet hoe die contracten in elkaar zitten. Eerlijk niet. Maar ik kan me best voorstellen dat de PDC er wel iets in heeft gezegd. Dat er toch ook gewoon uh, aantrekkingskracht uh, groot moet zijn in Nederland voor Dartmouth. Ja. Oké, okay, dat voor later. En uh, zodra ontwikkeling... we meer weten, dan vertellen we het echt. Zeker, zeker. 100%. Dat is uh, aan alle luisteraars en kijkers afgesproken. Een van de leukste onderdelen van de Double Trouble Dartscast, dat vind althans ik zelf, is het moment dat Jacques weet welke datum het vandaag is, de 22e van september. En dat hij dan in zijn rijke database van de Mastercaller duikt om te kijken of hij daar nog uh, mensen uit het verleden, het recente verleden, maar ook heel lang geleden naar boven kan vissen die enige relatie hebben met die datum. Nou, ik kan je zeggen die database ontplofte vandaag. Jacques heeft er drie uitgekozen. Ja, drie verjaardagen uh, hebben we deze keer. Uh, te beginnen met de man die ik nu in beeld laat zien voor uh, onze YouTube uh, volgers, uh, collega van mij, dat mag ik uh, wel zeggen. Anthony ja. Dundas. Anthony Dundas is vandaag 35 jaar geworden. Scheidsrechter uh, uh, heel lang geweest bij de BDO. Hij is ook de Masters of Ceremony uh, de laatste jaren op de Dutch Open. En hij zal weer op het podium staan natuurlijk uh, in januari dadelijk, uh, als het WDF-wereldkampioenschap er is. Samen natuurlijk met de Nederlander Marco Meijer bijvoorbeeld, die uh, ja. daar ook uh, op het podium staat. En we gaan, ik ga beloven uh, aan alle kijkers en luisteraars dat we Marco een keertje in de uitzending halen uh, voordat uh, de eerste grote toernooien gaan beginnen. Want hij weet immers alles van die toernooien. Wel leuk dat je dat zegt, want ik heb een vraag gekregen die ik niet heb opgenomen in de, in de kijkersvragen. En dat zijn op, op wekelijkse basis zijn er mensen die, joh, moet je niet eens die uitnodigen? Joh, moet je niet eens Remon uitnodigen? Wanneer nodig je nou eens Co-Stompea uit? Nou, Co komt zo aan bod hoor. Ja. Dit geheel te uh, Maar dit is ook leuk. En wij maken natuurlijk die Dartscast gewoon als hobby. Maar we zitten ook toe te werken, luisteraars en kijkers, naar dat WK in december. En, en, en dan gaat de frequentie misschien wel omhoog. Maar dan gaan we natuurlijk ook met, met hoofdrolspelers... die daar iets meer over kunnen vertellen, uh, zoomen. Uh, af en toe zul je het toch nog gewoon met ons tweeën moeten doen. Ik hoop niet dat je er heel erg vervelend vindt. Uh, nog meer verjaardagen had je toch, Jacky? Zeker weten. Deze man is namelijk ook jarig vandaag. Die wordt wat ouder, die wordt 57. Tenku Hadzali Shah is dit... Uh, de man die in 2017 één keertje speelde op het WK van de PDC. Uh, hij komt uit Maleisië. Uh, en uh, in die regio is hij echt een grote naam. Uh, hij uh, won het Malaysian Open alles een keer, Singapore Open alles een keer. En in 2017 uh, 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 speelde hij dus op het WK van de PDC. Een andere WK-speler is deze man. Martin McCloskey uit Ierland. Uh, hij speelt op dat andere WK één keertje ook, want het is, zijn wel eenmalige deelnemers. In 2010 haalde hij de laatste 16 op dat WK. Uh, niet een van de grote namen, misschien internationaal. Maar voor Ierland uh, heeft hij flink wat uh, WK's en EK's gespeeld bij de WDF. En daar is het uh, zeker een uh, zeer bekende naam. Uh, dat zijn de verjaardagen. Ik had nog één ander dingetje, want op deze dag, op 22 september, zijn er maar liefst in de geschiedenis. Vijf geregistreerde negen darters gegooid. Dat vond ik Zo. ook wel een uh, opmerkelijke. Adrian Lubbers gooide hem in 2008 in de Championship League of Darts. Dat bestond toen ook nog in een iets andere vorm dan dat het tegenwoordig uh, zit. Um, Michael Pagrewe en Jeffrey de Graaf, twee Nederlanders, gooiden hem uh, op een Players' Championship in 2016. En Ian White en Rob Cross, ook allebei vandaag op een Players' Championship in 2019. In alle opzichten, dus een vruchtbare maand, letterlijk ja. en figuurlijk. Uh, ook als je namelijk jarig bent rond deze tijd. En je rekent terug, dan kun je ongeveer terugrekenen. <laughs> dat je ouders enorm van elkaar hebben gehouden. Zo rond de feestdagen, o, de jaarwisselingen. Ja. <laughs> dus uh, nou, gefeliciteerd allemaal met die verjaardag. Uiteraard ook de felicitaties aan Michael van Gerben... ...voor zijn overwinning op de Nordic Dance Masters. Want we zijn even nog wat toe aan wat toernooien van de afgelopen week... ...die we even met je willen delen. Ja, bedankt Zo. trouwens, Koert, dat je dit ja? zaadje in mijn hoofd plant nu. Want mijn vrouw wat? is over twee dagen jarig. Aha! <laughs> <laughs> bedankt. Nou, dan weet jij genoeg. Ja. En zij ook. <laughs> in Amerika was er de PDC North America Tour. De CDC organiseert dat. En dat is eigenlijk... Een even knie van de PDC. En uh, dat uh, onze landgenoot Jules van Dongen daar aan meedeed... was natuurlijk hartstikke leuk. Want we kennen Jules vooral van zijn WDF-successen. Uh, van toernooien waar hij zich voor heeft gekwalificeerd... die helaas dan weer niet doorgaan. Maar ooit gaat het goed komen met Jules die naar Nederland kan komen. Danny Lauby, hij verzekerde zich daar van deelname aan het WK. Door eerste te worden in de all-over-ranking. Jules van Dongen werd daar zevende. Stond wel in twee finales. Dus uh, hij was er dichtbij geweest. Uh, andere winnaars waren Adam Cevada, Seth Stefano en Kevin Luke. Um, en Jules, dus twee keer in, uh, in een halve finale. Dat was wat geweest, hè, Jack? Als die, van, als die ja. van Dongen zich voor een PDC-WK had het, te ja, we weten te kwalificeren. Ja, natuurlijk. Je weet het nog wel. Een tijdje geleden waren de eerste helft van het toernooi waren in Tampa. Toen kon hij niet spelen, omdat hij een ja. ander toernooi had uh, uitgekozen. Ja, Hij wordt dus. Met de helft van de toernooien zeven op die ranglijst. Dus hij had Echt? goede zaken kunnen doen. Um, ja, ik denk dat zijn route op dit moment, als ik heel eerlijk ben, beter is dan als hij meteen het PDC-WK zou spelen. Nu gaat hij gewoon dat WK van de WDF spelen. Uh, daar kan hij toch wat ervaring op doen. Dus even kijken hoe dat is om te spelen voor de camera's en zo. Q-school spelen. Uh, misschien wel of niet een toerkaart halen. Maar als je naar zijn gemiddelde kijkt, dan zou hij zomaar een toerkaart kunnen halen. Ja. Ja, en dan uh, wie weet wat er dan volgend jaar allemaal kan gebeuren. Nee, want het, er wordt wel eens lacherig gedaan over het, het, het darten daar over zee. Maar daar is totaal geen reden voor. Als je dat een beetje volgt en je kijkt naar die gemiddelden, dat zijn gewoon uh, gemiddeldes waar, ja, waar je gewoon kan meedoen. Het, het is niet 114 of zo, maar het is bij Jules bijvoorbeeld bijna nooit onder de 90. En, nee. en, en, en heel vaak uh, hoog in de 90. En dat is gewoon... Als je puur naar die, die statistieken kijkt, dan spelen er nog veel meer factoren. Maar dat is gewoon een, een factor. Als nou, je dat kan, op zo'n hele dag en gedurende zo'n hele toernooi, dan is er ook nog uh, gedart bij de North Queensland Classic. Vul yes. me in, is dat een, een zilvertoernooi van de WDF? Ja, zilvertoernooi van de WDF. En dat betekent wel, dat voor de eerste keer in lange tijd dat er weer in Australië gespeeld kon worden en werd gespeeld dus. Heel veel ja. coronamaatregelen nog altijd uh, daar uh, die uh, gewoon uh, basic zijn. Raymond Smith won uh, het toernooi bij de Heren. Dat is ook geen onbekende naam. Hebben we ook wel eens gezien op diverse televisietoernooien bij de PDC. Ja. En Maureen Horner won het dames toernooi. Um, Raymond Smith staat ook bovenaan nu in de regionale ranking van Australië. Voor dat WK van de WDF. -je. Dus eigenlijk zit hij een beetje in dezelfde positie als Jules van Dongen in Amerika. Dus hem gaan we ook waarschijnlijk wel zien op het WK, denk ik. Want er is, zal simpelweg niet alles kan gespeeld worden meer. Ook dit jaar niet, weet je? De, nee. Dus het zal een beetje een, een ranking zijn met mankementen. In uh, Nieuw-Zeeland komt er een PDC aan. Ja, dat is hier. De, de, de DPNZ een beetje hetzelfde als wat er in Amerika met de CDC is. In Australië heb je de DPA, dus uh, die gaan aankomen het weekend spelen. Dus daar gaat ook een WK-deelnemer uitkomen. Zo dus langzamerhand gaan we het veld dus vullen. Ja, PC WK-veld. Uh, en ook de vrouwen gaan aan hun Women's Series ja, beginnen. Die, zes uh, maar liefst achter elkaar. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat de eerste vier natuurlijk gecanceld moesten worden in ja. Duitsland. Uh, wegens gebrek aan uh, belangstelling. De, volgens mij wordt de deelnemerslijst. ja, ik heb een beetje de, op dit moment zo ongeveer bekendgemaakt. Oh. En ik denk te weten dat dat ook weer niet een hele grote lijst gaat zijn. Dat gaat niet honderden spelers zijn. Dat ja. gaat uh, dik onder de honderd blijven. Uh, en ik, ja, ik weet niet, PDC gaat wel die toernooien laten spelen gewoon. Maar of ze er heel happy mee zijn met, dit, met deze opkomst, dat betwijfel ik. Ik vond wel overigens, Dieter Hetman die uh, schreef iets op Facebook uh, onlangs. Over het verschil tussen de dames en de heren. En in hun motivatie om aan dit soort toernooien mee te doen. Oh. En daar zat wel iets moois in, vond ik. Want zij zei, en ze legde de vinger wel een beetje op de zere plek. Kijk, de dames, uh, hoe je het ook bent of keert, hebben nog altijd vaak wat meer met. Uh, uh, huis te maken, de huiselijke omstandigheden. En zij hebben gewoon simpelweg, ze moeten keuzes maken. Ze hebben niet uh, zoveel vrije tijd om het te doen, dat is één. Nou goed, dan kun je van zeggen: van het is een keuze, uh, mannen, vrouwen gelijk, dus die keuze moet je kunnen maken. Ik ja, ben wel blij dat een, vrouw, uh, dat een vrouw dit trouwens zegt, zodat. Ja, u, uh, kijk, de uh, andere, uh, en ik, 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 ik vat het een klein beetje samen wat ze zei, want ik vond dat wel echt houtsnijd, is dat ze zegt: ja, de dames de top bij de dames, ligt veel verder van de rest van het veld bij de dames. Er zijn waar. er echt, ja, noem ik acht, maar dan denk ik dat ik al heel genereus ben, acht die gewoon ver boven de rest uitsteken. En dat weet de rest ook. Dus waarom zou de rest zoveel geld investeren om uh, naar zo'n women's series te gaan, als ze weten dat ze toch geen kans hebben om iets te winnen. Nee. En daar zit natuurlijk wel wat in. Het niveau in de breedte moet omhoog. Uh, kijk, Jules van Dongen gelooft erin dat hij zich kan meten met Michael van Gerwen en Gerwin Price. Een dame die op plek 100 op de wereldranglijst staat... heeft niet het idee dat ze zich kan meten met Fallon Sherrock of Dieter Hetman of, of dat soort spelers. Ja. En dat is het grote verschil. Ja, we gaan één dame krijgen die uh, de, uh, zich gaat plaatsen natuurlijk de aankomende week voor de Grand Slam of Darts. Ja, daarover later meer. Want ja. we hebben nog wat uh, weddenschappen openstaan. Wijs ik de kijker en de luisteraar nog even graag op een uh, Eurotour Gibraltar. Het hele Zwicky gaat weer naar Gibraltar. Iedereen is daar ooit uiteindelijk weer. Met uh, Nederlandse deelnemers: uh, Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Danny Noppert op grond van de Riddelranglijst. En Martijn Kleermaker gaat zich daar weer laten zien. Geldt ook voor Geert Nentjes. Dat is natuurlijk superleuk. Er is een prijzengeld beschikbaar van uh, bijna 150.000 pond. Een excuus. <coughs> en de winnaar. Die pakt 25.000 pond. Het wordt allemaal gegooid in het Europa Sportspark. Daar. En de titelverdediger is Christophe Ratijski. En die haalde die titel al twee jaar geleden. Want vorig jaar is er vanwege corona geen uh, toernooi daar gegooid. Maar Martijn Kleermakers, Jacques. Daar zie ik jou dan altijd weer een beetje bij opveren. Dat is iemand die we in staat moeten achten. Uh, de komende tijd zich ook goed te laten zien. Hè? Want hij heeft daar. De power voor en, en, en het talent. Ja, hij, hij, zou je. Kijk, in principe heb ik de pech gehad vorig jaar dat hij dat WK moest missen vanwege corona. Hè? Dat, ja. dat is gewoon echt klote kloten voor hem geweest. Maar hij speelt nog steeds goed. Je ziet aan zijn gemiddelde, dus, en aan de plekken die hij haalt, dat er nog steeds een uh, stijging in zit. En deze Gibraltar, dit toernooi in Gibraltar, is heel belangrijk voor iedereen natuurlijk. maar Um, er zijn maar twee eurotours dit jaar. En dat betekent dat op die twee eurotours het deelnemersveld van het EK bepaald gaat worden. Ja. Als je in principe één of twee rondjes wint, sta je op dat EK. Dus dat betekent, hier goed spelen, is ook een EK-ticket pakken. En dat, Van heeft dat EK-ticket al, maar Dirk bijvoorbeeld moet ook een wedstrijd winnen. Als hij de eerste okay. ronde eruit gaat, en de, voor hem is dat de tweede ronde, want hij is een geplaatste speler, dan is het geen buy. EK voor Dirk. Nee. En dan ja. mis je hem toch. Uh, voor kleermakers en netjes geldt uh, iedere overwinning is er eentje. En gaat op je Order of Merit. En dan kun je zomaar op het EK staan. En dat opent de deuren weer naar andere toernooien. Weet je, EK weer goed spelen. En dan zijn je weer dichter bij een WK. Dus uh, het is echt in meerdere opzichten een heel belangrijk toernooi in Gibraltar. In de gaten houden. En dat doen we het beste via Dart Connect uh, op, uh, op het internet. Ja, eigenlijk via PDC-TV. Dan kun je de beelden gewoon zien. Dus ja, dan wil je jaarlidmaatschap afsluiten. Kun je alle Players Championships kijken als je ja. dat wil. En uh, met beelden. En ook de Eurotoernooi Zeker. Dat is gewoon de app van de PDC waarmee je alles kunt zien. De weddenschap van de week. Uh, wie wint de Nordic Darts Masters? Koert zei Pieter Wright, Jack zei Gerwin Price Beide dus niet. Uh, er was één kijker die het wel vooraf goed had voorspeld. Die deed mee onder de YouTube ongevraagd. Uh, Even vertellen: Kevin uh, DV. Die zei. Michael van Gerben gaat wennen, denk ik. En die heeft het dus wel goed. Wij staan weer in ons spreekwoordelijke hemd. De tussenstand is 6-3 voor de heer J.J. Nieuwlaat. Die vervolgens de volgende weddenschap bedacht voor ons tweeën. Welke dame plaatst zich voor de Grand Slam of Darts? Ja, nou kan ik dit natuurlijk een hele makkelijke weg nemen. Maar dat ga ik dan ook maar eens doen. Mag ik eerst zeggen? Dan ja, zeg ik: Sharon, ah, 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 ah. wie kies jij? Ik kies uh, Lisa Ashton dan. Ja. <laughs> <laughs> en dan zal het dus wel Dieter Hetman worden. Dat is wel bij ons meestal. Ja, ja, ja. Nou, ja. okay. ja, kijk, eh, eh, nogmaals, de dame die bovenaan staat, naar de zes toernooien, die uh, gaat naar de Grand Slam of Darts toe. Uh, in praktijk kunnen dat er misschien zes zijn. Ja. ja, dus dat rijtje is niet zo heel groot. Uh, ik, ik ben benieuwd wie het wordt. Maar uh, ik hoop Eileen de Graaf misschien dat die uh, uh, dat gaat halen. Uh, Anastasia zou kunnen natuurlijk, Dieter Hetman, Nou ja, Sherrock, uh, Lisa Ashton. Op een hele gekke dag misschien Lorraine uh, Win Stanley of Laura Turner, maar verder. Het is slecht, slecht van mij dat ik dit niet meer helemaal paraat in mijn, in mijn harde schrijf heb, maar hoe heet ook weer die Japanse Goeie Mikuru Suzuki. Ja, die Suzuki, ja. ja maar ik Doet hij mee, mee, denk nou, je? Ik, ik denk dat hij niet meedoet. Nee, hè? Ik denk dat reizen vanuit Azië nog te lastig is. Maar ik, ja. ik misschien, uh, ja, nogmaals, dat maakt het voor ons lastig, want waarschijnlijk op het moment, uh, wij nemen deze op woensdagochtend op, waarschijnlijk op woensdagmiddag wordt bekendgemaakt dat Mikuru Suzuki toch meedoet. Staan we ja. allebei aan ons hemd, maar nou ja. dat weet ik niet. En dan, dan uh, wat, het beste wat je kan doen, is behalve Mastercaller volgen op Twitter, ook Patrick Bus even volgen ja, op Twitter. Ja, precies, dat scheelt Dat een is, is nou uh, zo'n collega uh, die uh, uit de krochten van, uh, van, 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 van de hele wereld, dit soort uh, namen naar boven weten te trekken. En uh, daar verdient hij alle lof voor. Alle lof ook voor uh, jou, uh, luisteraar en kijker, uh, dat je dit hebt volgehouden. Want ik heb inmiddels een behoorlijk houten reet. We <laughs> zitten weer erg langs, Jacques. Maar het was een enorm genoegen om yes. weer met jou van gedachten te, verwisselen, te, te wisselen... over de mooiste sport die, die wij kennen. Het darten en dan vooral het topdarten. Uh, wij kregen nog van onze ja, vriend, mag ik wel zeggen, Koos P. een linkje op YouTube doorgestuurd. En uh, waarschijnlijk was het niet zijn bedoeling dat we het in deze Dartscast aan jullie zouden aanbieden. Um, uh, maar dat gaan we wel doen. En uh, Jacques wil zich uh, al bij voorbaat ergens voor excuseren, volgens mij, dat wij ja. dit doen. Ja, kijkers en <laughs> luisteraars, ik waarschuw jullie alvast. En uh, het spijt me ook echt oprecht... Je krijgt dit lastig van je harde schijf af weer. Uh, wat ons betreft, hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. Blijf vragen stellen. En uh, probeer ook uh, in je omgeving mensen te laten weten... dat dit, uh, deze Dartscast, de Double Trouble Dartscast, er is. Uh, duimpjes. Uh, alles vinden we mooi om, uh, om, de, om deze succesvolle Dartscast succesvol te houden. Jacques, jij bedankt. Tot volgende week. Yes, volgende en week zijn we, we aan... met Bas weer. Hè? Voor uh, voorbeschouwen oh, op de ja. World Grand Prix. Ja, want Bas heeft daar dan weer gedetailleerde informatie over waar je iets mee kunt, beste kijkers en luisteraars. Jacques, alvast een fijne verjaardag met jouw echtgenoten en ook jij tot volgende week. Take it away! Dorst, voorkom dan dat je morst, want dat is toch wel zonde. Ho, ho, ho. mooi, ze lacht en ik kon dooi. Ik voel me als een vrooi en dat na één seconde. Is. en het verdrinken drinken is, goedkoop goed. goed, goed is van vroeger. Feel your eigen Is. En het is een drinkzin het is van vroeger. Trouble Dartscast. Kijk en luister je op YouTube en via Spotify.